Oeh. We komen eraan. Drie uur wachten voor saus. Een hele goede morgen iedereen. Vandaag hebben we weer een vlog. Ik ben een beetje laat voor stage, want ik moet nu eigenlijk al een beetje richting het station en ik heb nog niet ontbeten. Ik heb nog 10 minuten voordat ik weg moet. Maar wat ik wil zeggen is, vandaag is een super leuke dag, want ik speel samen met mijn teamgenoten van het rolschaatsen. Ik kom later nog wat over het rolschaatsen, want ik heb er nooit wat over verteld. Maar oké, ja, ik ga daar dus nog wel terugkomen. Vandaag gaan ik en mijn teamgenoten naar de videoclipopname van Ronnie Flex. Ja, dat is dus in Scheveningen en ik had een foto doorgekregen van het koorhuis of zo. En een super grote balzaal lijkt het wel. Ja, en daar moeten we dus naartoe. Dat is in de avond. Dus ik ga eerst naar stage toe. En dan kom ik terug naar huis en dan pak ik de auto, haal ik mijn teamgenoten op en dan gaan we naar Scheveningen. Maar oké, dus vandaag moet ik eerst even bijpakken. En ik heb geen idee. Altijd als ik voor de koelkast sta, dan weet ik nooit wat ik moet eten. Nou, ik heb in ieder geval mijn salade. Want ik eet elke middag. Dit bakje is thuis van de Hema. Het is echt een aanrader, want het is super handig voor salades. Maar oké. Ja, wat ik dus wil zeggen is, ik weet dus nooit wat ik moet ontbijten. Als ik in een tijdrush zit, zou ik het zo maar zeggen. Maar ja. Ik heb nog 9 minuten, dus ik ga even snel ontbijt maken. En dan kom ik later terug. Nou ja, ik ben dus nu klaar op stage. Dus ik mocht eerder weg. Eigenlijk ben ik pas klaar op stage om 5 uur. Maar ik had gezegd dat ik eerder weg moet vanwege Ronnie. Want het is helemaal Scheveningen. En dus ik ga nu richting de bus. Dan ga ik naar huis. Ga ik even snel eten en spullen pakken. En dan daarna is het alweer tijd om te gaan. Ik loop nu dus weg van stage. En ik heb de hele dag deze schoenen aan. Op zich zijn het echt leuke schoenen, maar mijn tenen doen zoveel pijn. Ik kan echt niet wachten tot ik weer andere schoenen aan kan trekken. Oké, ik ben net thuisgekomen van stage. En ik moet over 40 minuten weg. Ik moet eerst nog even eten. Dat is mijn moeder nu aan het maken. Ik dacht, ja, we moeten zelf onze make-up regelen en kleding. Maar ik heb mijn make-up er nog op zitten van. Ik heb hier een spiegel. Make-up er nog op zitten van vandaag. Maar ik heb net al een beetje mijn ballen concealer bijgewerkt. Ik heb ook nog even mijn oogschaduw gaan bijwerken. Dit is trouwens de oogschaduwpalet die ik heel vaak gebruik. Dit zijn al mijn borstels. Maar ja, om een beetje bij te praten, ik loop dus stage bij een schuldhulpbedrijf. En dat doe ik voor school. Want ik moet 560 uur stage lopen. Dus dat doe ik elke dinsdag en donderdag ga ik dan naar stage. En ik hoef nog maar een paar weekjes. Dus dat is een countdown. Maar ja, dat moet toch ook gebeuren. Ik doe trouwens de opleiding sociaal werk.
Ik gebruik trouwens echt een super tip. Voor de mensen die zo'n ringlight willen. Ik ben laatst in de Action geweest. En ik zal het even hierop zetten. Zo, dat is misschien beter. Maar ik ben dus naar de Action geweest. En, want ringlights zijn heel erg duur. Dus ik ging even kijken bij de Action. En ze hebben... Ik zal hem even wat zachter zetten. Deze dingen. Van de Action. Dit zijn letterlijk bureaulampen voor €2,75. Je kan ze harder. Je kan ze zachter zetten. Sorry, ik zit even naar mezelf te kijken. Zie? Dat is allemaal weer op dit knopje drukken. En zo gaat hij uit. En het is €2,75. Dus ik zou zeggen... Gewoon lekker kopen, want het werkt super. Ik heb er wel twee gekocht. Want ik heb namelijk een raam. Maar dat is van één kant. En mijn bureau staat... Laat je wel even zien. Mijn bureau staat zeg maar zo. Dit is mijn bureau. En daar is niks. En daar is heel veel licht. Dus anders heb ik licht van één kant. En ik heb geen hanglamp. Ik heb... muurlampen, daar eentje en mijn bed eentje. Maar ja, dus ik heb niet zo'n goed licht in mijn kamer voor als ik make-up wil doen of zoals nu video's wil maken. Dus vandaar die ringlichten. Maar ik ben er dus wel super blij mee. Oh ja, maar ik zou nog meer vertellen over mijn rolschaatsen. Ik doe dus rolschaatsen. Dat doe ik in Nieuwegein. Met een echte vereniging. En nee, het is geen rollerderby voor de mensen die dat denken. Het is letterlijk gewoon kunstijsschaatsen. Alleen dan op rolschaatsen. Ja, dat is het. En dat doe ik al 12 jaar. 12 of 13 jaar zelfs. Ja, we zijn dus als vereniging, of nou ja, als 18-plussers een bepaalde groep hebben. Binnen onze vereniging hebben we een bepaalde groep. Het hele team devoted. En die was gevraagd voor... de opnames van Ronnie Flex. Het is gewoon een leuke ervaring voor onszelf. Want wie wil er nou niet Ronnie Flex zien? Ik wil niet te over de top gaan, als je snapt wat ik bedoel. Want ik wil er niet aankomen dat ze zeggen van oeh, de meid had heel wat anders in gedachten met make-up. Dus haal het er maar weer af. Ik gebruikte altijd de... Revolution Contour Set. Ook, ja, over Revolution. Mijn oogschaduw is ook een Revolution. Alleen mijn contour is een beetje op, zoals je ziet. Dus ik moet eigenlijk nieuw gaan kopen. Mijn eyeliner vervaagt ook. Make-up kan echt geen dag zitten. Misschien dat je op de camera niet veel verschil ziet, maar in mijn spiegeltje zie ik heel veel verschil. Maar ja, ik heb mijn spullen al gepakt. Die... zitten daar in die tas. Ik heb een paar outfitjes bij elkaar geraapt. In de hoop dat ze het maar mooi vinden. Dus ja, weg. Ik ga dus nu heel snel eten, want ik heb nog maar... Oh, over 9 minuten ga ik eten. Ik krijg net een berichtje. Oké, nou ja. Ik had dus in ieder geval een paar outfitjes uitgezocht. En wat accessoires voor om mee te nemen. Ja, dan moet ze het maar dan mee doen, hè. Maar oké, ik ga mijn spullen pakken, ik ga eten en dan zie ik jullie straks wel. Ik weet niet wanneer ik weer ga filmen. Maar oké. Ik heb net even mijn tandjes gepoetst, want in mijn eten zat ik heel veel knoflook. En Ronnie mag natuurlijk niet flauwvallen, want dat is niet de bedoeling. Dus ga er ook nog even een kalmpje in zitten. Heel moeilijk zo filmen en kalmpotje openmaken met één hand. Oké, ik heb gegeten. We're ready to go. Jongens, ze zijn er! Jojo, we komen eraan!
Oké, we zijn aangekomen in het Koerthuis. En we zitten nu... vloggen? Ja, weet je niet, ik heb een YouTube kanaal. Nee, kijk maar even. Nee, ik lieg niet. Maar ja, we zijn hier dus nu. In de styling. Oh, je hebt gezien? Ja, ik zag het. Oh my god. Ik heb verder niet gekeken hoor, maar ik ben nog bezig. In de progress. Ik ben in de progress. To the top. Ja, ik eet zo. Ik vind jou wel. Maar ja, we zagen... Ja, dat is echt niks. Je waagt me. Support. Yes! Oké, we zijn dus nu hier. En Ronnie was dus net binnen. En ja, we konden niet stoppen met lachen, want we zijn heel erg aan de zenuwen. Heb je er zin in? Ja, eigenlijk wel. Ik ook wel, ja. We zijn nu echt al een uur aan het wachten. En er was een beetje een miscommunicatie met kleding. Ja, en we weten niet wat het idee nog is. Nee. We hebben alleen Ronnie gezien in de zaal. Dat was leuk. Wat hoppie spannend, hè. Maar we moeten nog. Nou ja, oké. Mijn eiland is gedaan door deze mevrouw. Ik zeg dat het een beetje in de min, maar... Oké, we zijn nu al een uur aan het wachten. Ik heb dit shirtje aan. Oh, heel smalt. En een korte broek aan. Hi! Hebben we er zin in? Oké. Toppie. Yeah, tell me. Het shirt is niet eens voor jou. Het lijkt net of we in Londen zijn. Abonneren. Like hieronder. En op de rode abonneerknop zal hier in beeld komen. Hey, love you echt, Nina. Oké, nou, we wachten nu al meer dan 3 uur. Ik vind het een beetje asociaal worden, maar we zijn het zat. We zijn het erg zat. 3 uur wachten voor saus. Top. Helemaal voor niks. Ik zit hier al 3 uur in de hal met onze kleding aan en... Hashtag we zijn boos. Hashtag lang wachten. Maar het is echt niet normaal. We zijn nu al 3 uur aan het wachten. En ze zijn steeds meer bezig met de sets en... Hè? Ja, leuk hè! 3 musketeers. Oké. Maar ja, we zijn nu nog steeds aan het wachten en... We hebben allemaal 4 uur avond gegeten en we hebben allemaal honger, dus ja. Hopelijk mogen we zo, gaan we zo filmen en dan is het allemaal afgelopen voor vandaag. Ik dacht dat het gewoon 6 is. Nee, dit is 7.
Oké, ik ben nu eindelijk thuis. Ik zou morgen wat meer in detail vertellen over hoe het nou eindelijk was gegaan. Want ik kon niet filmen op het moment dat wij in de clip waren. Of nou ja, gingen. Maar ja, we zijn veel later vertrokken dan afgesproken was. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Want we zouden rond 10 uur al thuis moeten zijn. En het is nu 5:12. Maar ja, we zijn nog even naar de McDonald's geweest. En nu lig ik in bed. Eindelijk. En ik zal morgen wel wat meer vertellen. Maar voor nu ga ik lekker slapen. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Het is dus de volgende dag. Ik ben even aan het klaarmaken. Want ik moet zo wel weer naar school. Dus ja, maar ik zou vertellen wat er gisteren allemaal was gebeurd. Dus, oké. Vanaf het begin. We kwamen dus binnen. We moesten om 6 uur moesten we daar zijn. Nou, oké. Er stond heel veel file, dus we waren al te laat. Iets van 5 minuten of zo. Maar toen werden we dus begeleid naar achter. Waar we al onze kleding en zo moesten laten zien. Nou, oké. Hadden we onze kleding aan. Duurde allemaal wel een beetje lang. Maar op zich maakte dat niet uit. Toen gingen we kijken. Maar toen was er niks bezig. Volgens mij waren ze aan het eten. Nou, iedereen moet eten. Dus oké. Maar we hebben uiteindelijk gewoon 3,5 uur gewacht. Maar wat het nare was. Is dat het is gewoon 1 uur reizen. En voor sommige mensen die er waren. Was het gewoon 2 uur reizen. Dus mensen aten super vroeg al avond. Het was gewoon een soort warm lunch. En daar hadden ze niet echt over nagedacht. Maar ja, we kunnen ook niet te veel eisen stellen. Maar ja, drinken was er wel gewoon. Dus dat was wel gewoon super. Dat had ik ook zelf niet meegenomen. Ja, het was wel erg lang wachten. Maar ja, ze kunnen natuurlijk zelf ook niks aan doen. Ik wil niet klagen of zo. Want ik vond het wel een ervaring, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk moesten we, toen we moesten gaan klaarstaan, moesten we rondjes rijden. Dus het was op zich niet heel spectaculair, maar ik wil ze natuurlijk niet afkraken. Want dat is gewoon wat ze nodig hebben. En dat is waarvoor we kwamen. Maar ik vond het wel leuk om Ronnie in het echt te zien. En het was ook nog dat Tabitha er ook was, want het was een liedje samen. Maar dat wist ik niet, totdat we daar stonden. En in een keer Tabitha voor mijn neus stond. Maar ja, dat was wel echt een leuk iets. Het was helemaal zo'n hele grote discobal en ze durfde daar niet onder te staan, want ze dacht dat die ging vallen. Dus dat was wel grappig. Maar ja, we waren nog achteraf op de foto met Ronnie. Oké. Ja, jullie wankelen trouwens echt op dit dingetje. Want heel grappig, ik doe altijd mijn make-up in bed. Dus ik doe het maar zo. Maar oh ja, we waren nog op de foto. Maar we gingen als groep op de foto, want hij had geen tijd of zoiets. Hij moest omkleden en weer weg. Kijk, je bent natuurlijk een hele grote ster. Dus ik verwacht ook niet dat je echt veel tijd hebt daarna. En dat je dan wel gewoon door moet. Maar ik vond het wel jammer dat we zo lang moesten wachten. En dat we natuurlijk ook gewoon hun geholpen hebben. En dat we dan niet eens eventjes rustig op de foto konden. Vond ik wel heel erg jammer. Want dat had ik wel gehoopt, zeg maar. Tuurlijk, iedereen wil de foto met Ronnie als je daar bent, dus. En Tabitha natuurlijk. Maar ja, we gingen daarna, uiteindelijk gingen we dus om 10:30 weg. En ja, omdat we dus allemaal zo trek hadden, gingen we dus nog eventjes langs de McDonald's om wat eten te halen. En uiteindelijk lag ik om 12 uur lag ik in bed. Maar ja, ik moet dus. Oeh, kut. Ik moet dus straks weer gewoon naar school. Het is wel echt slecht weer eigenlijk. Want ik had het verwacht dat het warm zou zijn. Het stond 18 graden op de weerapp van Apple. Kijk. Ja, nu 9 en mist. Maar ja, het ziet er zo uit. Dus ik heb er niet veel vertrouwen in dat daar überhaupt nog een zonnetje gaat langskomen.
En dat het bijna 10 graden omhoog gaat. Want het is nu 9 graden en het wordt 18 graden. Dus ja. Nou, dan laat ik het hier maar bij. Want ja, ik ga zo gewoon weer naar school en werken. Dus dat is not interesting. Dus ja, dit was de vlog van Achter de Schermen bij Ronnie Flex. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei!